Goedemorgen Ria, hoe is het met jou? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Prima, ja. Ik voel me echt happy en ja, het is geweldig dat ik eigenlijk op mijn leeftijd, ik word in november 72, een uitnodiging krijg om naar het Nederlands team te vertegenwoordigen in Kroatië. Ja, en dat is een WK waar je naartoe gaat? Dat is een WK, ja. Het duurt een hele week. Ik heb begrepen 4 ploegen mee, 3 herenploegen, 1 damesploeg van 70 plus. 75 is helaas afgevallen omdat er een geblesseerd was van die dames. Okay. Dus daar mogen ze niet mee. Dus ik moet zorgen dat ik fit blijf. En dat doe ik ook. Ik train elke dag. Ik doe al mijn werk aan mijn conditie. Ik ga op tijd naar bed. Ik drink niet. Ik rook niet. Heel gezond. Heel gezond eten. Dus lekker in beweging blijven. Maar je vertelde ook dat je nog een nieuwe knie hebt gekregen onlangs. Ja, dat was net 11 maanden geleden. Een nieuwe knie. En na 4 maanden ben ik toch weer voorzichtig begonnen. Het was eigenlijk niet het advies van de orthopeed, maar die zei, ja, kijk maar wat je kan. Nou ja, ik ben gewoon voorzichtig begonnen en dan draai ik weer gewoon 100% mee. Ja, nou, dat is fantastisch. Ik heb toernooien gespeeld. Laatste toernooi was in Hoofddorp. Ik heb vorige week de Nederlandse kampioenschappen gespeeld in de dames dubbel en in de dames enkel. En hoeveel ben je daar geworden? Dames enkel ben ik derde geworden in de leeftijdscategorie. En de dames dubbel, daar hebben we 2e geworden. Nou, dat gaat prima. Ja, dat gaat heel goed. En ben je dan ook een echte kanshebber op het WK of wordt dat wel lastig? Nou, we spelen met het team, hè. Het ja. Je moet sowieso de KNVB zendt jou helemaal uit als je kans hebt op een medaille. Ja. En zijn die 4 die meegaan, zijn dat allemaal Middelburgse dames of is dat uit het hele land? Er is nog een dame uit Helene Janssen Prins, die woont in Kampeland. Er zijn 2 Zeeuwse dames die meedoen. En de anderen woonden allebei in Holland, maar ik ken ze wel, want ik ga af en toe trainen in Hilversum met onze damesploeg, dus we moeten wel wat voor over hebben. Ja, ja, ja. Maar dat hebben we ook wel, man. Het is gewoon een hele eer om mee te doen. Ja, dat geloof ik graag. En ik stel me dan zo voor dat hier binnen de club, dat u dan in uw categorie ook een van de betere bent, of? Ja, nou, 70-plussers zijn wel 70-plussers, maar inderdaad, als ik speel competitie met dames van ongeveer allemaal 40. 50 en dan spelen we nog een single in de 17 plus, dus ik speel heel vaak tegen jonge dames. En die kan je af en toe best aan? Ja, en ik heb niet zo'n spelletje als alle tennissen normaal hebben. Ik heb zelf nooit tennisles gehad, dus ik heb het mezelf aangeleerd. En door alle balsporten die ik gedaan heb, heb ik een bepaalde techniek. Niet zo hard slaan, maar technisch heel goed spelen, goed plaatsen, tegenstander laten lopen. Ja, dat is heel slim. Nou Ria, ik dank je voor je toelichting en ik wens je heel veel plezier en natuurlijk ook heel veel succes daarin met het hele team in Kroatië, zei je. In Kroatië. En is er ook een website of zo waar we het kunnen volgen? Ja, of? De website. Nou, die weet ik even niet uit mijn hoofd, maar die zal ik je nog doen. Maar WK dames. Super seniors. Super seniors Kroatië. Kroatië. Dat kunnen we vast wel vinden. Alles stuurt het inderdaad maar even. En hartelijk dank. Oké, graag gedaan.